We hebben een gesprek gehad vandaag met niemand anders dan Dean Goree. Dean is namelijk gelegenheidscoach geweest van Curaçao in de wedstrijd tegen Ajax. Laten we samen kijken en luisteren van hoe en wat er allemaal daaromheen speelde. Nou, ze hebben me gevraagd of ik een wedstrijdje wilde coachen. Voor een gelegenheidselftal die tegen de kampioen van Nederland wilde spelen op Curaçao. En dat moest bestaan uit Antillianen. Die, dus laten we zeggen, ja, grotendeels nationale selectie van Curaçao. En daardoor zijn er ook nog wat jonge jongens vanuit Nederland. Met Antilliaanse roots. En wat lokale spelers ook. En dat ja, was, vond ik leuk om te doen. Dus het kan geen officiële vormen aannemen dat Dean uiteindelijk de man wordt dus die technisch langs de lijn gaat staan voor Curaçao? Nee, op dit moment is het helemaal niet aan de orde. Ze hebben een trainer al, Art Langele, die is de bondscoach. En Guus Hiddink is de technisch directeur. Dus nee, ik heb ze wel ontmoet. Hè. Guus dan niet, maar Art. En we hebben wel gesproken, zaten in hetzelfde hotel. Dus als bondscoach is er nog geen sprake van, zeker niet. Zijn er op dit moment indicaties dat je op korte termijn iets gaat doen? Nee, met niets. We zitten in de wachtkamer, zoals een hele grote groep trainers. Maar laten we hopen dat het snel wat komt, zodat ik weer op het veld sta. Ja. En hoe voelde het aan afgelopen vrijdagavond tegen Ajax? Ja, het was geweldig. Vol stadion, bijna 9000 man. De sfeer was fantastisch. Is logisch natuurlijk, want je speelt tegen Ajax. Hè? Ze kwamen met het eerste elftal. Dat is leuk. Maar wat nog leuker is, is dat mijn zoon ook speelde voor het team van Curaçao. En het is leuk om hem ook te coachen. We hebben getraind, één trainingje gehad. En dan een leuke wedstrijd gespeeld. Ja. Dus al met al had ik gewoon echt genoten. Ja. Dus daar zou ik sowieso op komen. Je hebt je zoon gecoacht. Is het de eerste keer dat je formeel je zoon coacht? Nee, niet de eerste keer. De eerste keer was tien jaar geleden. Ja, toen speelde hij voor Manchester United toen nog. Heb ik hem uitgenodigd voor de Suriprofs. Dus dat was de eerste keer dat ik met hem coachte en train. En eigenlijk naar Suriname ben gekomen om te spelen. Speelde nog tegen Vitesse. En dit is dan de tweede keer. Weliswaar is hij nu echt een vaste waarde, prof. Dus het is anders. Hij is nu 27. Dus nu is het wel op een ander level. Maar het is fantastisch dat hij natuurlijk wel in een land waar zijn moeder vandaan komt en familie heeft. Dat de familieleden hier hebben zien spelen met mij als coach. Dat is ook geweldig om te zien. Lekker, lekker. Overigens, ik ga ervan uit dat je sowieso de Surinaamse nationale selectie blijft volgen. Ze spelen op 4 juni tegen Jamaica. Daarna vliegen ze naar Jamaica voor de returnwedstrijd en daarna tegen Mexico. Wat zijn jouw gevoelens? Nou, kijk, we weten, Jamaica is gewoon een hele goede ploeg. En als je kijkt naar de kwaliteiten die ze hebben zitten met Premier League spelers. En ze hebben veel wedstrijden gespeeld. Hè? Ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Gaat het heel moeilijk worden. Suriname heeft een aantal oefenwedstrijden gespeeld, heb ik gezien. Macho heeft gespeeld tegen Barbados, tegen Guyana. En recent tegen Thailand. Of het genoeg is, dat moeten we alleen hopen. Ik weet dat het gewoon een moeilijke opgave zal zijn. Maar je moet in ieder geval op zijn minst 1 wedstrijd winnen. En 1 gelijk. En dan kan je je plaatsen. Ja. Op papier geen makkelijke opgave. Want Jamaica en Mexico, zoals je het aanhaalde, zijn toffe jongens. Ze hebben net ook de kwalificaties achter de rug. Waarbij Mexico toch al heeft geplaatst voor het WK. Dus op zich is het een ik wil niet zeggen onmogelijke opgave, maar super zwaar. En eigenlijk had ik aan de bondscoach aangegeven, als je niet plaatst tegen deze landen, is het geen schande. Nee, want we zijn nog steeds opbouwende. We zijn nog in de groei. Ik bedoel, Suriname moet een beetje geduld hebben nog met het nationale elftal.
Niets gaat over één dag ijs. Al denken andere mensen er anders over. Maar omdat je moet groeien, heb je tijd nodig. En Jamaica is ook nog een hele goede ploeg. En zo is het ook hetzelfde met Mexico. Overigens, je zegt je moet groeien. Toch denk ik dus dat als je kijkt naar ons schema, we te weinig wedstrijden spelen om te gaan groeien. Deel je die mening ook? Ja, absoluut. Dat heb ik vanaf het begin al gezegd. Training, zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Dan kan je groeien. Ja, als je dan geen gebruik maakt van de FIFA-windows. We hebben 3 FIFA-windows. Hebben we geen gebruik van gemaakt. September, oktober, november. Niets gedaan. Ja, dan ga je ook wat langzamer groeien. Weet je wel? En ja, dan moet je dan in acht nemen dat het gewoon steeds moeilijker wordt. Oké, tenslotte wil ik toch even afwijken van waar we normaal over praten. Ik weet niet in hoeverre je het vandaag hebt gevolgd. De ontknoping in Engeland, waarbij de laatste dag Manchester City, Liverpool de kanshebbers waren. City komt met 2-0 achter te staan. Liverpool gelijk. Ze moeten winnen om eventueel kampioen te worden. En ze scoren niet. Wat gebeurt er? City maakt gelijk. Ze komen voor te staan. Pas dan scoort Liverpool. Wat vond je van alles? Nou, het was een fantastische ontknoping weer in de Premier League. En daar gaat het voetbal natuurlijk voor naar het stadion. Daar gaan mensen voor naar het stadion. Daarom volg je voetbal. Want alles kan gebeuren. Tot op de laatste speeldag. De laatste 10 minuten. Is het nog spannend? Het is echt tot de laatste seconde is het spannend. En dan ben ik wel blij, want ik ben Manchester City. Dus, maar niet om Manchester City, ik ben om Pep. Ik ben een Pep Guardiola man. Dus ik was blij. En mijn zoon was weer boos. Want hij is. Er waren weer andere. Dan met die andere spelers ook natuurlijk van Nationaal van Curaçao, die zijn ook hier. Ja. Dus de ene is voor Liverpool, die is voor Manchester City. Het was een hele happening. Maar ja, ik kan er maar één winnen en dat was Man City. En wel verdiend, moet ik zeggen. En tot slot wil ik toch even gaan naar zaterdag aanstaande. We hebben die Champions League finale. En ik ga ervan uit dat je het ook hebt gevolgd. En een finale wordt het tussen Real Madrid en Liverpool. Real Madrid, een ploeg die dit seizoen tegenstanders eigenlijk tot het abnormaal heeft gedreven. Want wanneer je denkt van je hebt ze geëlimineerd, komen ze supersterk terug. Ploeg die eigenlijk in Europa altijd zichzelf overtreedt. Wat verwacht je van de finale zaterdag aanstaande? Nou, als ik heel eerlijk moet zijn, geef ik alle kansen aan Liverpool. Maar Benzema gaat 1-0 scoren en ze gaan 1-0 winnen. Dus dat want dat heeft Benzema constant gedaan. En ik zie niet dat hij in de finale staat gewoon geschreven dat Benzema geschiedenis gaat maken. Dus deze man is zo opdreef. Die gaat gewoon deze Champions League winnen. En dan is het gewoon, de hele run is gewoon voor hem bestemd. Weet je wel? Maar als je gaat kijken naar de kwaliteit als team, dan zou je zeggen Liverpool. Dus ik verwacht dat eigenlijk toch uiteindelijk Real Madrid gaat winnen. Zeg jij dan tenslotte dat Benzema dit jaar die gouden bal verdient? Nou, ik vind dat hij het zeker verdient. Na alles wat hij heeft gedaan. Want het is niet niks wat die man heeft gepresteerd. Op zo'n leeftijd ook nog. Is goed, Dien. Ik zou zeggen, geniet van je dag daar op Curaçao. En gelukkig. We blijven je volgen. Oké, thanks Destiny. Oké, kijkers, dat was dus Dien Goree die met een gelegenheidsselectie uit Curaçao bezig is geweest tegen Ajax. Overigens won Ajax de wedstrijd met 5-1 van Curaçao.